Dolf, we kijken nu een stukje de Korte Begijnenstraat in en we beginnen dus aan de kant van de Bakenesse Gracht. En daar is net nog zichtbaar een winkel en we hebben net gehoord van Ans dat dat een sigarettenwinkel is geweest. Sigaretten en sigaren. En dat kun je wel iets bij voorstellen. Een krantje en een dingetje en een datje. En dan het volgende pand, daar heeft dus gezien ook de onderkant, heeft daar vast een winkel gezeten. Dat had toch een iets andere uitstraling dan een gewoon huis. En daar hebben we van gehoord dat daar dus inderdaad een schoenmaker heeft gezeten met verkoop van schoenen en waar je je schoenen kon laten maken. Bij nader inzien kun je nog wel leuke details terugvinden. Dat is dus de onderkant van het huis wat een bepaalde uitstraling geeft, zo iets anders dan eigenlijk een normaal huis. Wat leuk is, we zien nou net iemand even naar binnen toe gaan, daarbij het nieuwe hofje, wat een ontwerp is van Joost Zwart. De deur gaat nu dicht en we bepalen ons tot die plek waar die man naar binnen is gegaan. Daar hebben dus die twee panden gestaan die je gezien hebt op de foto. En daarnaast, ongeveer waar nu de gele fiets staat, heeft de slagerij van Groen gezeten. En dat was een grote slagerij met veel klanten en met een eigen worstmakerij. En dat was natuurlijk ook heel passend in deze buurt en straat waar je dan een eigen slager had. Nu staat er dus het hofje van de 20e eeuw, wat door Joost Zwarte is ontworpen. En we zien daar nog een paar leuke vlakken, gouden vlakken. En dat heeft hij aangebracht om extra verlichting te creëren in de straat. Om dus de donkerte van de straat iets op te vrolijken. We zien ook nog een gevelsteen daar zitten, die dus vroeger in het pand van de drukkerij Enschede zat. Het was namelijk zo, waar dus nu dat gedeelte daarvan staat, het nieuwe hofje, dat was vroeger een chemicaliënopslagplaats. En daar werden dus de offsetplaten en de diepdrukrollen schoongemaakt met een agressieve tinner en dergelijke. En ik weet nog wel dat hier altijd de deuren open stonden en dat die mensen in kleding met rubberen handschoenen bezig waren om die rollen schoon te maken. En het was eigenlijk wel een slecht werk. Die fabriek, ja, dat halletje is eigenlijk weggebroken en die gevelsteen is nog een herinnering aan dat pand.